Oké. Aan de tafel, ik ga maar zo beginnen, hebben we hier Claudige Kieren. Ja. Welkom. En jij gaat ons vertellen over café in Zuid-Amerika, waar uiteindelijk de naam Wijk Amerika in Nazareth vandaan komt. En die er nog altijd is. De Wijk Amerika is bij iedereen goed gekend. Want waar ligt Wijk Amerika in Nazareth? Wijk Amerika ligt voor het ogenblik op de Huizenbondweg. En vertel eens, hoe was het café in Wijk Amerika in Nazareth. Dat is uiteindelijk de titel van een verhaal. Inderdaad. Een verhaal dat zeer belangrijk is in onze familie. Dat is het. Nu, die Wijk Amerika, die wijkbenaming, is genoemd oorspronkelijk naar een café. Die café is thans verdwenen. En dat is vervangen door een, spijtig genoeg wel, een nieuwbouwvilla. Met andere woorden, we hebben een enkele foto nog waar wij ons kunnen op baseren hoe dat er was. Waar is dat gelegen? Wel, gewoon langs de Huizenbondweg. Ja. Het verhaal is zeer interessant voor mij natuurlijk, en zeker in mijn familie. En zeker voor mijn nazaten, want als wij het niet vereeuwigen, zal het binnen een aantal generaties totaal verloren zijn. En vandaar dus de kennisgeving van mijn entwege van het verhaal. En mijn verhaal dat begint uiteindelijk bij mijn vader. Mijn vader vertelde mij zijn tante Sidonie Gekieren en haar echtgenoot Evarist Gijzelink zijn naar Argentinië geëmigreerd. Waarom? Gewoon om daar een beter bestaan op te bouwen. En in 1918, als mijn vader zijn doopsel had, wordt hij daar Peter. Evarist wordt Peter. Mijn vader noemt Gerard Evarist Gekieren. Evarist, wie was dat eigenlijk dan? Evarist was een veekoopman. En dat beroep is trouwens ook overgegaan bij andere familieleden. Onder andere mijn grootvader, Achille Gekieren, was ook een veekoopman. Hij dacht met een verhuis naar Argentinië en een handel in paarden te doen, grote winsten te maken daarmee. Dus met de verkoop van paarden vanuit Argentinië, die je met de boot naar Antwerpen brengt, waarvoor dan een plaatselijk vervoer hier naar Nazareth zal gebeuren, probeert hij dus die Argentijnse paarden, die dus uiteindelijk wel gekend zijn voor een bepaalde kwaliteit, ja, wat probeert hij dan ook te verkopen. Hij gaat verschillende keren over en weer. Maar zijn laatste tocht in 1913 is er een noodlot. Het noodlot trof de veekoopman Evarist Gijzelink, die met de mooiste paarden opnieuw naar België komt. Hij gaat dus zijn gezin meenemen, om zijn gezin te laten kennismaken met de familie al hier. Hij besluit dat dus in 1913 van dat te doen. Maar die terugtocht vanuit Argentinië, vanuit Buenos Aires, met de boot naar België, naar Antwerpen, die normaal 5-6 weken duurt, duurt veel langer. Omdat er slecht weer dat weten we niet. Want ja, de Eerste Wereldoorlog was al aan het dreigen. Aan het strijden, ja zeker. Die tocht had langere tijd in beslag nemen en dan oorspronkelijk gepland. En hierdoor was er onvoldoende voeder voor die paarden aanwezig tijdens die boogtocht. Met als gevolg dat die paarden komen te overlijden. En wat doen ze daar? Wel, kieperen in de oceaan. Vervuiling misschien, maar anderzijds ook een goede oplossing om geen dode paarden meer mee te brengen naar hier. Nu, tijdens zijn verblijf hier in Nazareth. Dus hij komt hier aan zonder paarden? Zonder paarden. Maar daarvoor had hij al paarden? Ja. En succesvol verkocht? En succesvol verkocht ook, dus dan, die handel was er al? Ja. Toen, in 1912. Hij verdiende daar mooi geld mee, laten we stellen. Ongelooflijk toch? Ja. Maar tijdens zijn verblijf hier in Nazareth, met zijn komst in 1913-1914, komt Wereldoorlog 1 uit te breken. Het gezin tracht nog terug te keren naar Argentinië, maar er is geen enkel schip beschikbaar. De vijand eist alle schepen op, zodanig dat Evarist en zijn gezin hier noodzaak hebben om te moeten blijven in Nazareth. Er zijn andere zorgen bijgekomen, want er is ook een zoon Remigio, Remy. Remigio, zoals wij hem hinter noemen, zal soldaat moeten worden. Hij heeft de leeftijd van 19 à 20 jaar en hij wordt opgeroepen hier in Nazareth.
Waarom wordt hij opgeroepen? Wel, gewoon omdat zijn vader met zijn gezin hier worden ingeschreven in de bevolkingsboeken. En zodanig als Belg beschouwd wordt. Trouwens, Remy, de vader van Evaristus, de vader van Remy, blijft nog altijd Belg. Zijn zoon Remigio, die in Argentinië geboren is, heeft de Argentijnse nationaliteit. En zijn dochters? Zijn dochters zijn eerst Fransen en daarna Belg geworden ook. Ja, oké. Hij probeert natuurlijk tegenover de overheid te beweren dat zijn zoon geen soldaat moet worden, aangezien hij de Argentijnse nationaliteit heeft. Maar dat pakt niet. Dat gaat dus niet door. Zij hebben dus Remigio soldaat laten worden. Die ouders hebben hun zoon nimmer teruggezien. Hij schreef brieven vanuit de loopgraven, waaruit bleek dat hij de moed nog altijd had om het niet op te geven. En er zijn ook bewaarde schrijfsels waarin dat de vermoeienis klonk van in de loopgraven. De verveling soms in de dagelijkse loopgraven, in het leven daarvan. En tenslotte zal Remigio, de zoon, 19, 20, 21, 22 en zo verder, jaar, komen te overlijden. Niet als gesneuvelde, maar wel als gevolg van de Spaanse griep. En dat is in Brugge. Dus doordat de oorlog onder Berussen uitbrak en hij niet meer terug kan naar Argentinië, bouwde Evarist Gijzelink hier zijn bestaan op. Hij had een bijnaam. Die een bijnaam was de Amerikaan. Was zijn een bijnaam. En hij had grond kopen op de Huize Pontweg. En hij had daar een woonhuis bouwen met café en een bijhorend danszaaltje. En zoals de foto laat blijken, moet het voor die tijd wel degelijk een belangrijke en mooi huis geweest zijn. Nu, de bedoeling van dat cafeetje met dat danszaaltje, ja, dat is hij toch wel treffend. Het openhouden van dat café met een dansgelegenheid, dat was voor Evarist de manier om voor zijn dochters hier te laten uithuwelijken. Misschien konden ze zich dan in Nazareth vestigen met hun man. Was dat wel mooi van of in de omstreken. En zo konden de beide dochters, Maria en Bertha noemden ze, hun toekomst hier in Nazareth opbouwen. En is dat gelukt? Dat is inderdaad niet gelukt. Ze zijn na Wereldoorlog 1, besluit Evarist met zijn Hanse gezin terug te keren naar Argentinië. En hij verkoopt de herberg met dat zaaltje aan Adolf van Lancker voor de prijs van 7000 frank. Adolf van Lancker is gehuwd of was gehuwd met Marie Lagrange. De huidige bewoners van die, tussen aanhalingsteken, riante villa, is de achterkleindochter van Adolf van Lancker. Dus dat eigendom zit nog altijd in de familie daar. Ja. Evarist zelf, ja, die geboren was in 1865, was de jongste zoon van August Gijzelink en Marie van Assen. En dat waren poliers. En die woonden tussen 1860 en 1880, ook daar in de omgeving, in de Marollestraat nummer 7 in Nazareth. Kijk, dat is het historisch interessante verhaal van mijn familie, laat ons stellen. Zeer interessant verhaal, want ze zijn ondertussen zijn ze teruggekeerd naar Argentinië en daar zijn ze uiteindelijk toch gebleven tot op de dag van vandaag. Hè? Ja, ja, ja. Daar woont nog steeds uw familie. Er zijn voor het ogenblik 4 à 5 generaties en inderdaad, er zijn een zeer groot aantal nakomelingen. Hè. En zijn, als hij teruggekeerd is naar daar, heeft hij daar dan terug verder handel gedreven in Argentijnse paarden? Hij is op een boerenhof begonnen met eigenlijk boeren en vooral heeft hij zich met groenten en fruit bezig gehouden dan. Omdat het telen. Want daar zijn ook zeer veel verhalen rond, die dus ook kenbaar gemaakt zijn in dat boek waarover ik dan geschreven heb. Maar je hebt dat helemaal opgenomen in een boek. Ja, en dat inderdaad. De titel van het boek is? De titel van het boek is De emigratie van de familie Gijzelink naar Argentinië.
En waar kunnen we dat boek krijgen? Dat boek is niet meer, is uitverkocht, laat ons stellen. Ja. Maar er zijn de diverse bibliotheken hier, Nazareth, De Pinte, Deinze en nog omgevingen, is dat boek overal ter beschikking. Ja, daar gaan we dan zeker eens opzoeken, ja. Want het lijkt me echt wel een verhaal voor een film bijna van te maken. Ja, inderdaad. Want ik heb mij ondertussen ook laten vertellen, want wij zijn her en der aan het luisteren naar oude verhalen hier van de cafés, zowel Nazareth en als in Eke, dat het café heel bekend was tijdens Wereldoorlog 1. Er was toen ook een avondklok. En ik hoorde dat toch de jonge gasten van toen die avondklok wisten te omzeilen door uit te gaan in café in Zuid-Amerika. In dat danszaaltje achteraan konden ze blijven dansen en ze zorgden ervoor dat er op cruciale punten andere stoere mannen stonden die de boel in de gaten houden. En van zodra de Duitsers eraan kwamen, was er met een heel vernuftsysteem werd in de lichten gedoofd, muziek gedoofd. Ja. Als het gevaar geweken was, ging het dan weer van... Dus wat voor andere mensen, koppels die elkaar daar leerden kennen, gelukt is, is eigenlijk voor de twee dochters van Evariste niet gelukt. Niet gelukt. Maar je ziet, zijn intentie was dan dat mensen elkaar konden leren kennen. Absoluut, ja. En zich konden vestigen in Nazareth. En dat is wel gelukt. Ja, want ik ken ondertussen toch al een paar koppels die in Wereldoorlog 1 elkaar daar hebben leren kennen. Ook een mooi verhaal. Dat is ook een schoon verhaal. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Meneer Rekier, wat mij wel interesseert en boeit, is hoe ben je nu ertoe gekomen om je daar zo in te verdiepen? Want dit is echt een bijzonder verhaal. Het verhaal is uiteindelijk de overlevering in de familie. Van mijn vader, die vertelt dat zijn oom, zijn Peter, nooit gezien heeft. En ik vraag dan, hoe komt dat uiteindelijk, dat hij uw Peter niet gezien hebt? Want mijn nieuwjaar is er zomaar wat drinkgeld te verdienen. En hij zegt, nee, zegt hij, die zat in Zuid-Amerika en meer bepaald in Argentinië. Ik zeg, wat deed hij daar dan? En wel, een handel in paarden. En weet je zelf, zegt hij, dat het verhaal in de familie de ronde doet, dat hij een keer afgekomen is met paarden, dat de bootreis veel te lang geduurd heeft en dat hij dus zonder paarden in Antwerpen is toegekomen, omdat er niet genoeg voeders waren om de paarden te geven, om aan de paarden te geven. En dat was het verhaal dus in de familie. Daar wou ik iets meer over weten. Hoe oud was hij toen? Mijn vader was aan dit 40 jaar toen hij mij dat vertelde. Want het is uiteindelijk ook zo dat ik geïnteresseerd ben in genealogie. Stambomen, laat ons stellen. Zou dat toen begonnen zijn? Was toen al daar de kiem van uw passie? Nee. De kiem van mijn passie is al in de jaren 80 gebeurd. Waar ik dus onderzoek wou doen naar mijn voorouders. Maar dat zijn de verhalen die daar dan bij komen. Het is niet alleen nuttig te weten wie dat uw voorouders zijn, maar het is toch interessanter te weten wat dat ze gedaan hebben. En dat heeft mij altijd geïntegreerd. En er was een tweede verhaal dan, dat er een soldaat bij was die gesneuveld is in Wereldoorlog 1, waarvan er op het monument hier in Nazareth, van de Wereldoorlogen, monument zijn naam ook opstaat. Kijk. En dat is uiteindelijk mijn interesse. Interesse. En zo is het gegroeid uiteindelijk. En zo heb ik dan ook de contacten gelegd met Argentinië. Eerst met een vijftal brieven te versturen naar Argentinië, volgens de telefoonboek in Argentinië, op internet. Ik heb daar twee antwoorden op gekregen. Het was al voldoende om dan te starten. En op die manier hebben wij zowaar alle dagen contacten via Facebook of via andere sociale media met de Argentijnen. Want u kan uiteraard in het Spaans. Maar voor mij geen probleem. Ik heb daar ooit Spaans voor geleerd. Fantastisch. Dat is goed. Zo, meneer Rekier, bedankt. Graag gedaan. Voor dit verhaal. We zijn weer wat wijzer. En het is toch belangrijk te weten wat de geschiedenis achter Wijk-Amerika is hier in Nazareth. Goed. Dank u voor de informatie en voor de mogelijkheid dat ik gekregen heb om dat wereldlijk tussen alle aanhalingstekens te kunnen maken. Het is voor eeuwig bewaard nu. Met de bedoeling uiteindelijk dat het verhaal in de annalen blijft. Tuurlijk. En dat het niet vergeten wordt. Dat het niet vergeten wordt. Dat is erg goed. Absoluut. Dank je wel.